Gedaan. Oh, Andy, het zal je goed. Het heeft me nou al goed gedaan. Gelukkig nieuwjaar, hè? Hey, geef ons de beste tafel van het huis. Weet je, ik geloof dat ik die mensen ken die hier opgetreden hebben. Ik moet ze alles eerder gezien hebben, ergens. Nou, dat is een beetje raar. Het is een première vanavond. Het is de eerste show. Oh, nou ja. Trouwens. Wie was die
Ja, die vogelverschrikker waar ik je vanavond mee zag. Oeh, dat was Bartomia, ja, mijn vrouw. Oeh, oepsie. Nee, meer mijn oepsie. Oh. Maar goed, zullen we daar eens even gaan zitten? Wat dacht jij van een drankje en een hapje? Dat lijkt me wat. Gaan we lekker zitten, meisje? Ja. Hoppakee. Hé, hey, ober. Breng ons fles. Moe heb een jambon. En twee glazen. Oh, Andy. Andy, heb jij niet al genoeg gedronken vanavond? Wou jij soms beweren dat ik dronken ben? Oh, ik beweer helemaal niks. Maar je bent alleen maar uit de taxi gevallen. Ja, maar ik stond zelf ook weer op. Ja, dat is waar. Ja, een man is namelijk pas dronken als hij op de grond valt en blijft liggen. Weet je, ik ben nou net het soort man geworden waar mijn vader me altijd voor gewaarschuwd heeft. Captain Andy? Andy Hawks? Nee, maar Frank Schultz. Ik dacht al dat jij dat was met Ellie die daar stond te zingen. Kom eens even zitten, jongen. Dit is Frank Schultz, een oude vriend van me. Dat heb ik jaren niet gezien. En dit duivelinnetje hier heet Lottie. Hallo. Lottie. Hoe ben jij zo verzeld geraakt? Ja, hier ben ik zomaar binnenkomen vallen. Maar wij zijn hier met Party en ik omdat we Kay en Nola wilden bezoeken. Maar ze zijn helemaal niet meer in het German Hotel. Nee, dat klopt. Nou, ik denk dat we ze morgen wel zullen gaan vinden. Maar ondertussen... Luister eens, Andy, luister. Nola is hier. Hier waar? Nou, ze treedt hier op vanavond. Ze treedt hier op. Frank, dat kan helemaal niet. Dat zou Steve... Gay helemaal niet goed vinden. Nou ja, die is er vandoor. Er vandoor? Ja, hij ging failliet en hij nokte ermee. Hè? Maar ik vertel u dit omdat ze vanavond haar première heeft. En we willen alles soepel laten verlopen. Het zou toch verschrikkelijk zijn als ze er niks van maakt. Hoezo als ze er niks van maakt? Nola die speelt hier die hele tent plat. Denk maar eens aan vroeger, hoe goed ze was. De mensen die hielden gewoon van haar. Hé, hey, mensen! Mijn dochter die zingt hier vanavond. Ben je dan oud genoeg om een dochter te hebben? Een dochter? Nee, dat niet. Maar ik heb er wel een. Oké. En ze is heel knap. Dames en heren. Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat Miss Julie Wendell vanavond niet voor u kan optreden wegens ziekte. Maar wij prijzen ons gelukkig dat we Miss Magnolia Ravenel bereid hebben gevonden voor u te zingen. Oh, is dat dan? Magnolia Ravenel? Wie voor de duivel mag dat nou weten? Ik zal jou voor de duivel eens laten zien wie dat wel is. Oh, dat is niet fijn. Houd dat je mond erop.